Met honderden komen ze vanmiddag naar het Schinveldse bos. Mensen uit de buurt die ook tegen het kappen van het bos zijn en de actievoerders nog één keer willen steunen. We zitten hier gewoon in vrede en ze proberen gewoon een stukje van onze wereld te redden. Het zijn echt mijn vrienden geworden. Wat deze mensen voor ons doen in dit bos vind ik geweldig. De actievoerders weten dat de mobiele eenheid hen ieder moment kan komen verwijderen. En dus verstevigen ze hun boomhutten nog maar eens, eten ze nog wat en kruipen ze rond vuurtjes. Want het is erg koud. Maar de actievoerders willen tot het einde blijven. Door ons hoog in de bomen te begeven en in heel veel gevallen ook tussen de bomen op touwbruggen. Door ons op grote hoogte vast te ketenen en door ons in de tunnels te begeven die onder dit bos lopen. Het gonst de hele dag al van geruchten over wanneer de mobiele eenheid nu precies komt. En dus is iedereen gespannen. De avond valt. Buurtbewoners en actievoerders maken zich op voor het moment dat ze hier weg moeten. En het moment dat het bos definitief wordt gekapt.